Absoluut moeten we er nog steeds aan denken, omdat in de maand augustus zoveel markante dingen gebeurd zijn in Herrnhut. Weet je, als we denken aan 13 augustus, 17 augustus, maar ook 21 augustus. Zoveel dingen hebben zich voorgedaan in de maand augustus. Dat we over de EBG kunnen praten, is allemaal begonnen in de maand augustus. Maar als je op een EBG-school bent geweest, dan weet je ook dat dat speltje dat ons eraan laat denken, het kinderfeest, je verheugt je erop. En weet je, het is gewoon niet weg te denken meer binnen onze evangelische broedergemeente. De augustusmaand is een feestmaand, een maand waaraan we... Waarbij we eraan denken wat Sinsendorf heeft gedaan in Herrnhut toen. En het roept kinderen. Dus ook als je ouder geworden bent, dan blik je terug naar die mooie tijd van het kinderfeest met voordrachten in de kerk. Je moet op een EBG-school zijn geweest om dat te hebben meegemaakt. Als je op een andere school bent geweest, heb je het niet meegemaakt. Maar dat is dat ons echt tot EBG maakt. En dat is gewoon fijn. Oh, zegen mij.